maken. Hij is naar buiten gekomen. Klaar voor de wedstrijd zijn ze, de voetballers van Only Friends. Op het eerste gezicht zie je het misschien niet, maar al deze kinderen hebben een handicap. Wat heb je? Het Asperger-syndroom. Dat is, zeg maar, dat je dingen moeilijker kan doen en ja, dat er gewoon iets mis is in je hersenen. Bij mijn geboorte had ik te weinig zuurstof. Dus is een hersencel in mijn hoofd kapot gegaan, waardoor ik aan mijn linkerzijde gehandicapt ben. Het Ronald McDonald Center is een groot sportcentrum, speciaal voor kinderen als Eva en Max. Hier kunnen ze alle sporten doen die ze willen, want ze krijgen hier de extra hulp die ze daarbij nodig hebben. Kinderen die niet kunnen lopen, kunnen bijvoorbeeld met een speciale stoel het zwembad in. En op de vloer van de sporthal staan lichtgevende lijnen. Allemaal heel belangrijk, want sporten bij een gewone club met kinderen zonder handicap valt niet mee. Ik blijf meestal een beetje achterin, want dat is ook mijn plek op het veld. Dus ja, dan blijf ik of ga keepen of ik hou een beetje mezelf in, zodat ik niet helemaal over de top ga. Het sportcentrum was een droom van Dennis Gebbink. Hij wilde dat zijn zoontje met een handicap kon sporten. En daarom richtte hij een voetbalclub op. Nu is die club uitgegroeid tot een groot complex met al die verschillende Kijk, sporten. Kijk, al wat de kinderen wel kunnen. Niet zielig, geen rijke revalidatie. Nee, het is echt een sportclub. We spreken kindjes aan als ze te dik zijn, als ze niet hard genoeg trainen. Ja, en daar genieten ze van. Ze worden echt serieus genomen. En de kinderen vinden het ook echt geweldig.